Het ministerie van Ros heeft op 2 december wederom een kroete gehouden met de nabestaanden van de betrokkenen bij de ramp in het Matawai en Tapanahoni gebied. Na goed overleg is het officieel besluit genomen over de gezamenlijke rouwdienst en begrafenis. De Singinitti is gepland op maandag 4 december en de uitvaart vindt plaats op woensdag 6 december. De daarmee gepaardgaande kosten zullen gedekt worden door de overheid. Dinsdag is vrijgehouden voor de families om hun aparte Singinitti te houden. Elke familie heeft daarvoor een financiële tegemoetkoming ontvangen van het ministerie. Minister Amoxi heeft van 28 november tot en met 1 december de 91ste algemene vergadering van de Interpol bijgewoond in Oostenrijk. Op de eerste dag heeft Amoxi gesproken met zijn collega-minister van Justitie van Curaçao, Charlton Hato, over de samenwerking op het gebied van criminaliteit en drugsbestrijding en over een uitwisselingsprogramma voor de politie. Minister Amoxi heeft verder ook nog een onderhoud gehad met de Duitse delegatie, aanwezig op de Interpol-vergadering. Met de Duitsers is afgesproken om de samenwerking tussen de beide landen vorm te geven. Minister Riyad Noor Mohammed van OW bracht onlangs een bezoek aan de gemeenschap achter het NIS, waar ongeveer 250 personen gehuisvest zijn en ruim 30 jaar geen overheidsaandacht hebben gehad. Het ministerie heeft de weg naar de locatie verbeterd en werkt aan plannen voor rioleringswerken. De behoeften reiken echter verder naar infrastructuur. De bewoners smeken om elektriciteit, water en duidelijkheid over de grondstatus. Minister Noor Mohammed heeft toegezegd om contact op te nemen met de president, zodat eindelijk verlichting kan worden gebracht in de langdurige problemen van de gemeenschap.